Assalamu alaikum, vrede zij met u. Kalifaat, waar het op het bord staat, wordt met alle duidelijkheid, houdt in, zeg maar, het kalifaat van de beloofde Messias. Dat wil zeggen, de voorspellingen over de beloofde Messias zijn reeds vervuld. De beloofde Messias leert onder andere, zeg, als je over godsdienst spreekt, gebruik de bronnen. En de bronnen die wijzen dat deze voorspellingen zijn vervuld, die zijn zo overweldigend. Maar ik ga er toch wel een paar moeten vermelden, zodat er, bijvoorbeeld over de voorspellingen over de heilige profeet Mohammed, zoals die in de Bijbel staan, bevat 40 pagina's. Snap je? Geeft u een beetje een idee. Dus ik moet hier en daar iets vermelden, maar wel dus met de bronnen vermelden. Nou, de eerste citaat is uit Deuteronomium 18:18. De vrouw nog daar. Dat God spreekt tot Mozes. Aanhaling. Ik zal een profeet verwekken uit het midden van uw broederen. Een profeet zoals u. Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen en hij zal alles spreken wat ik hem gebieden zal. En degene die niet luistert naar die woorden, ik zal hem rekenschap vragen. En iemand die beweert deze voorspelling te vervullen en hij is een valse profeet, hij zal absoluut vernietigd worden. Staat ook in de Koran, dezelfde tekst. Allah zegt, ik zal zijn levensader afsnijden. Hij zal nooit slagen. Ik heb op YouTube van een Joodse heb ik die vraag gesteld, of die vraag was behandeld, zeg maar, op YouTube. En er werd ook gevraagd, wie is die profeet als Mozes? Ja, Joshua. We hoeven er niet meer over te praten, is heel makkelijk. Dat is Joshua, daar hebben we het helemaal niet meer over te hebben. Joshua, oké. Okay. En dan een christen, pas nog over met een religieuze leider hier in Nunspeet gesproken. Ja, volgens de christenen is het Jezus bij zijn tweede komst. Maar ja, wat is de islam, zeg maar? De profeet Mohammed, vrede zijn met hem. En ze hoort bij de Abrahamitische godsdiensten. Het is allemaal gebaseerd op de aartsvader Abraham. Abrahams eerste zoon was Ismaël. De afstamming van Ismaël komt je bij de profeet Mohammed, vrede zijn met hem. Via zijn tweede zoon, Isaac, kom je bij de profeet Mozes. En dan komen na Mozes komen profeten voor het Joodse volk, exclusief. Zelfs als een moeder Jood is, het kind is Jood, in principe. Maar de profeet Mohammed, vrede zij, nou komt het. Wie is die profeet als Mozes? De 10 geboden, zeg je, heb je Mozes, Israëlitische profeten. Maar dan krijg je Mohammed, vrede zij met hem, en dan Mohammed met een openbaring die is geen te vinden op de hele wereld. Waarom doen de mensen de harten ook niet open? De bedevaart, wat niet lang geleden geweest is. Wat doet men op de bedevaart? Even nog teruggaan, Abraham en Ismaël hebben de Kaaba gebouwd in Mekka. Die staat er nu nog. De centrale plek voor de bedevaart. Maar dus daar wordt ook tijdens de bedevaart wordt gedacht dat Abraham heeft dit gebouwd met Ismaël. En daar is een plaats, die heet plaats van Ismaël, plaats van Abraham, moslims doen daar gebed. Nou, dan andere, zeg maar ook nog, dat is een plek Safa Marwa, de heuvels waar Hagar liep toen zij alleen in de woestijn was met een baby, met een kindje. En er was niet geen water. En haar brood was op en het water was op. En ze liep dus van 7 keer van de ene heuvel naar de andere, om te kijken of er iemand aankwam. Toen kreeg zij openbaring, ga maar daar even terug. Aan de voet van je kind is een bron.
Dit wordt tijdens de bedevaart door alle bedevaartgangers 7 keer gelopen, als herinnering. En dan natuurlijk het grote wonder is de Koran. Openbaringen van zijn, zeg maar, 40ste tot zijn 63ste, 23 jaar openbaring. Geen andere tekst daarin. Alles wat de profeet heeft gezegd, absoluut en helemaal volledig betrouwbaar. En nog steeds gebruikt als taal om zich uit te drukken, meer als in de tijd van, dat hij geopenbaard werd. En dat, daarom wordt hij genoemd ook het zeg maar, zegel van de profeten, van alle profeten die er geweest zijn, 126.000, waaronder 313 wetgevende boeken. De meest bekende is natuurlijk dan de Bijbel. Ja, ik wil dan naar het punt dat wie is die wetgevende profeet als Mozes? Dat is simpel, wat is het antwoord? En als je er zoveel bewijzen hebt, dan kan het toch niet anders eigenlijk? Dat je zegt, ja, nou, dat is heel simpel. Zo is bij mij het geloof gekomen door de tweede kalif die een boek schreef, uitnodiging tot Ahmadiyyat, die de Koranverse en het uitlegt. Je hebt uitleg nodig. En daar komt de beloofde Messias, die ook de tekenen die in de Bijbel staan, 1000 jaar graag van vrede. Nou, ik kom even nog toch even afronden, maar ik moet nog een paar teksten noemen, die belangrijk zijn wat betreft de kalif van de tweede. Er staat zelfs de tweede komst van de profeet Mohammed staat in de Koran, maar dat zijn metafoors, begrijp het goed. Ik vertel even een hele bekende ook uit de Bijbel. Dat Joden vragen aan Jezus. U zegt dat u de Messias bent, maar dat kan niet. Want volgens onze boek staat dat Elia uit de hemel komt. En dan komt de Messias. Dus waar is die Elia? En Jezus antwoordt, Elia staat voor jullie neus. Dat is Johannes de Doper. Die komt met de geest en de kracht van Elia. Kijk, dat is een hele belangrijke sleutel om te onthouden. Ook de tweede komst van Jezus, zowel, dat zijn metafoors. Metaforen, zou ik zo zeggen. Nou, er komt dus die metafoor in de Koran, dat is zelfs de tweede komst van de profeet. Dus dat de blote Messias heeft meerdere titels. Maar in de Koran wordt hij ook genoemd op meerdere plaatsen. Een hele bekende vers is dat God zegt... De profeet is gezonden onder de ongeletterden en zal later komen onder de ongeletterden. Dat is een langer verhaal. De mensen vroegen hem, wie zijn die latere mensen? Dan zegt hij, als het geloof van de aarde is verdwenen, dan komt iemand van Persische afkomst en die zal het weer terugbrengen op aarde. Dat maakt ook de metafoor heel begrijpelijk. Dan zeggen ze, Jezus komt uit de hemel, Elia komt uit de hemel, dat zijn mensen... Die zijn door God geïnspireerd met zuivere openbaringen en die leren dat aan de mensen, maar ze komen niet persoonlijk naar beneden. En dat is een hele grote misverstand, volgens mij een humble mening, maar wel een grote overtuiging. Die zegt, ja, met die metafoor, ja, daar kan ik wel wat mee. Jezus geeft zelf een sleutel. Eén jaar staat voor je neus. Dus dat is een punt van, ja, toch heel belangrijk. Mij dacht ik, ja, dat is echt, belangrijk is ook het kalifaat. De profeet had ook versteld dat hij het eind van de tijd, zegt hij, mijn begintijd was met de 4 kalifs, Abu Bakr, Omar, Osman, Ali. En daarna werden ze versplinterd, hij voorspelde dat ook. Hij zei, na mij zal er verval komen, dan onrechtvaardig koningschap. En dan daarna zal... het kalifaat weer terugkomen, gebaseerd op die beloofde Messias, die brengt de ware leer van de islam weer naar voren. En dat doet hij helemaal niet met wapens. De profeet moest zich verdedigen. Kijk maar de geschiedenis, wanneer hij zich moest verdedigen, ook onder de eerste kalifs. Maar nu in de tijd van de beloofde Messias, al die tekenen, zeg maar, dat de boeken zullen worden gedrukt. Dus in de Koran een hele lange lijst van voorspellingen.
In de tijd van de blauwe Messias, toen begon de drukpers. En nou, de mensen zullen zich verzamelen. Daar zijn dus ook heel, heel veel voorspellingen over. En ja, daar krijg je ook de jihad van de pen is dat nu geworden. Dus met argumenten. Dus ik zeg, je moet de bronnen gebruiken om tot inzicht te kunnen komen, zeg maar. En dan wordt het een hemel op aarde, zeg maar. Dan krijg je voor een moslim zijn er twee hemels die God gehoorzamen en de God zoeken. Ja, dan over wat je net ik zei, als we zeggen, vrede zijn met u, dan herinnert mij ook weer uit een Bijbeltekst. Dat is in waar Jezus komt na die kruisiging, ontmoet hij zijn discipelen in het geheim. Niemand mocht het weten, zelfs de discipelen niet, maar hij gaat daar komen. En dan komt Thomas en die gelooft het niet en zegt, je bent een geest. Zegt Jezus, nee, voel maar, je bent nog niet dood. En hij had ook eerder voorspeld, ik geef geen ander teken dan het teken van Jonas. Jonas was vis, levend uit de vis. Er zijn meer tekenen. Maar het belangrijkste is dat die Thomas en Jezus en Maria waren zo'n graf. Dat is in Kashmir. Daar een Joodse stam in Afghanistan is zelfs beweer afstammeling te zijn van Jezus. Maar goed, ik moet er een eind aan maken, dacht ik. Ja, een van de voorspellingen van een heel groot teken, ik heb het al eigenlijk al genoemd, zo wordt vermeld door de profeet Mohammed. Een van de dingen is, hij zal het kruis breken. En heel veel mensen, weet je wel, hij zou de ongelovigen doden. De Shiiten geloven dat hij echt komt met een zwaard. Zeg je, word je moslim of kop eraf? Die zijn nu ook al bezig, toch? En dat bedoelt, hij verandert ongeloof in gelovigen. Hij breekt het kruis, dat is ook zo'n heel mooie titel. Ja, door die uitleg te vinden en gebaseerd op de bronnen. Dus het is een beetje tijd geworden, denk ik ook. Dus die bronnen, en als je zegt, nou, zoek al die boeken, makkelijk allemaal te vinden. En dan zeg je, ja, het kruis breken en zo. Dat wil gewoon zeggen, ja, het geloof dat Jezus aan het kruis is gestorven, is het kernpunt van het christendom. Dus hij breekt, sommigen zeggen, ja, hij gaat overal de wereld rond. Hij gaat ook alle varkens doden. Hij zal het kruis breken en zwijnen doden. Maar daar bedoelt hij mee, mensen bevrijden van hun wereldse leven, zeg maar. En langzaam tot morele mensen en zelfs profeetschap weer mogelijk is. Dus dat is het punt van ook wat de blauwe zie. Nou ja, dat sluit ik daarmee af. Het belangrijkste is dat je door het volgen van de Koran, hij die Allah gehoorzaamt en de profeet, zijn gedrag is allemaal opgetekend, heel veel boeken over, die zal zijn onder degene aan wie Allah zijn zegeningen heeft geschonken, namelijk de profeten. Heel simpel, wat bedoel je? Heel veel moslims geloven dat de Koran is de laatste profeet. De laatste wetgevende profeet. Er zijn 126.000 geweest. De volgelingen van Mozes, die ontvingen ook openbaringen. Dus dat openbaringen nog voortgaan, dat is dat waar de rode Messias voor kwam. Dat kijk, als je de Koran gehoorzaamt en het voorbeeld van de profeet volgt, dan kom je onder degene die geestelijke rangen kan verkrijgen. Ja, nog één vers wil ik ook niet missen. Op verschillende plaatsen, alle moslims zijn ook over eens. Maar toch accepteren ze Ahmadiyyat nog niet. Het wordt wel een keer tijd. Hij is het die zijn boodschappen heeft gezonden met de godsdienst der waarheid, om deze te doen zegenvieren over alle andere godsdiensten. Ze staan 3 keer in de Koran op verschillende plekken. En de commentatoren, moslimcommentatoren, zeggen, ja, dat is de tijd van de beloofde Messias.
Dat is het over, dus die gaat komen. Maar dan zegt ze, ja, oh, hij beweert een profeet te zijn na Mohammed. Dat kan niet. Dan zijn niet allemaal hele grote moslimgeleerden, er zijn ook boeken over, die citaten hebben precies wat de blauwe Messias uitlegt. Een nieuwe wet gaat niet komen. De Koran, dat is het fundament. Hij zegt, tot het einde der tijden is de Koran voor alle mensen. En mensen kunnen alle geestelijke rangen bereiken door dit te volgen. Inclusief profeetschap. Dat is goede nieuws. Dank u wel. Ja.